elke werf zijn risico's verbonden. Strikte maatregelen helpen om die in te perken. Bij netbeheerder Elia is dat niet anders. Werken onder hoogspanning is nooit zonder risico. En de extra coronamaatregelen zorgen voor bijkomende uitdagingen. Sowieso is safety al een van de belangrijkste aspecten van onze projecten. Dus onze aannemers die zijn het gewoon om met heel veel veiligheidsmaatregelen rekening te houden. Nu kwamen er die coronamaatregelen bovenop. Dus dat was een hele uitdaging om die te verzoenen met de bestaande maatregelen. Dus we moesten meer afstand houden, moesten mondmaskers gebruiken, maar moesten wel nog zorgen dat het werkbaar bleef naar het veiligheidsaspect. Netbeheerder werkt ook samen met onderaannemers die op voorhand gebriefd werden over de aanpak en de geldende veiligheidsmaatregelen. In uitzonderlijke situaties als deze is het nog belangrijker dan anders om goed te communiceren met onze onderaannemers. Dus het contact is de afgelopen week ook heel intens geweest om samen met hen naar oplossingen te zoeken om verder te kunnen werken. En ze hebben zelf ook verschillende dingen bijgedragen om de werken terug op te kunnen starten. Energiebevoorrading te handhaven worden regelmatig onderhoudswerken uitgevoerd op het Belgische net, zoals hier bij het hoogspanningsstation in Courcelles. Bij zulke werken gaat nu extra aandacht naar social distancing. De equipes hebben geprobeerd met de nodige creativiteit om hun werkmethodes aan te passen om de nodige veiligheidsafstanden te bewaren. Dat is meestal mogelijk door andere werkmiddelen in te zetten, misschien met twee hoogtewerkers werken in plaats van één hoogtewerker. Ook de planning tussen de equipes wordt herzien om maximaal mogelijk aparte werkposten te creëren. Waar dat niet mogelijk is, op bepaalde momenten van de dag, dan kijken we naar collectieve beschermingsmiddelen, zoals het plaatsen van plexiglas tussen twee personen, of het gebruik van individuele beschermingsmiddelen, zoals het masker en oogbescherming. De medewerkers die op het terrein aan de slag gaan, zijn professionals die getraind zijn om met risico's om te gaan. Toch wordt ook bij hen extra aandacht geschonken aan de emotionele impact van het coronavirus. Het is duidelijk dat iedereen op een andere manier omgaat met deze situatie. Sommige collega's zijn bezorgd, anderen zijn dat minder. En het is belangrijk als bedrijf dat we rekening houden met deze twee groepen en erover waken dat de bezorgdheid niet omslaat in angst. We leggen de focus op het feit dat het belangrijk is om met elkaar te blijven praten, te blijven overleggen met elkaar, elkaar te helpen en als onderneming regelmatig te communiceren over de maatregelen die we nemen. Als bedrijf hebben wij nooit ingeboet op vlak van veiligheid, maar het is ook belangrijk dat onze mensen zich goed voelen. En dat volgen we regelmatig op via korte bevragingen naar onze mensen, waar wij peilen naar hoe zij zich voelen, wat zij vinden van de communicaties die wij doen en of zij comfortabel zijn met de maatregelen die we nemen.